30 bands, wij waren ondertussen aan het tellen en bij ons gaf de app in één keer een melding van pling. Ik heb hem binnen hoor, nummertje 97 is binnen qua appjes voor het schaatsen. Gaan we zo meteen bellen na het draaien van een single van Marloes en dan zullen we de winnaar of winnares gaan bellen. Maar het was niet jouw maat Marloes. Nee, maak je te klein, sorry. Hey, ik zit even te kijken naar het liedje wat we zo meteen gaan draaien. Dat dateert alweer uit 2016, jaar of twee geleden. Ja, wat ik zeg, de tijd vliegt gewoon voorbij. Voor je het weet is het alweer 2 jaar geleden dat ik mijn laatste plaat heb uitgebracht. Dus het werd wel weer tijd, Het werd wel weer tijd, maar je hebt er de tijd voor genomen. En we hypen dat natuurlijk op, want straks in het volgende uur zullen we de nieuwe single gaan draaien. Maar het leuke daar van jou, je werkt in een heel klein team. Ja, inderdaad. Ik werk met Kees Tel, daar neem ik dan op in de studio. Mijn plugger is Casper Jansen en die denkt ook gewoon met alles mee. En mijn partner dan, die doet in het land mijn geluid en doet het management. En die heeft tevens ook dit nummer, is de bedenker van het nummer van de nieuwe single. Ja. Hij kwam met een plaat van Billy Ocean, want het is een cover. En hij heeft op de melodieën, had hij een gevoel bij en hij heeft steekwoorden opgeschreven. En hij zei, hier moet je gewoon een nummer op maken. Hier, van deze steekwoorden moet je een tekst maken, want hij voelt dat dan bij die melodie. En ik heb er dus een tekst op gemaakt, samen met Kees Tel. Dus, en samen hebben we dus dit product gemaakt. Geweldig. En ik zit al heel lang bij deze mensen. Dat wil ik ook even zeggen. Want het is gewoon fantastisch als je gewoon een vast team hebt. Want bij mij merk ik dat het rust geeft. Hè? Je kent elkaar. Je weet wat je van elkaar kan verwachten. Waar iemand goed in is of niet. En dat geeft mij rust. En dat is heel belangrijk voor mij. Want als ik dat niet heb, dan ben ik heel chaotisch. En dat kun je dan wel weer terugzien in het product. En bij deze single heb ik echt... ik sta er gewoon 100% achter een keer. En stel dat het nou een keer anders uitpakt dan jij voor ogen had. Dat een aantal mensen om je heen zijn die zeggen van misschien dit... Hebben we dan te maken met een hysterische Marloes? Nou ja, het is wel eens gebeurd dat ik niet achter een product stond. Dat is al wel een tijd geleden. En toen zat ik ook bij een... hoe zeg je dat? Platenlabel. Ja, platenmaatschappij. En dat ging niet zo lekker. Daar stond ik nooit vaak achter, want daar werden de teksten geschreven. Liedjes werden mij toegewezen. En die zong ik dan. En ook op de bühne. Ja, dat gaat niet lekker, weet je wel. En nu heb ik gewoon eigen keus. En dat werkt gewoon veel beter. Ja, je moet het ten tonele moet je het brengen. Alsof het allemaal van jezelf is en niet omdat het een moedje is. Nee, en het is dan nu ook helemaal van mezelf. Ja. En dat zie je gewoon terug, ook in de clip. Hè? In de videoclip zie je dat ook gewoon terug. Ja, want als je kijkt wat we de afgelopen jaren van jou hebben mogen draaien. Wat we net al zeiden vanaf het begin van Radio NL. Ik zal straks nog even wat titels noemen, want we kunnen ze onmogelijk allemaal vandaag in 1 uur draaien. Zoveel zijn het er. Ja. Maar we gaan straks nog wel even een paar titels met de luisteraars delen. Maar het liedje waar we nu voor gekozen hebben is inderdaad wat je zegt, je vorige single. En ja, het is koud buiten. Een heerlijk zomersliedje. Maar je krijgt het nu warm. Ik hoop het. Van dit liedje, zeker wel. Maar wachten.
Terecht opmerkt, het is een zomersliedje. En om te bedenken dat het buiten behoorlijk koud is en dat we van de zomer van de cocktails, zonnebrillen, korte broeken, mooie korte rokjes, bikinis en dat soort dingen, dat we teruggaan naar de winter. En ik heb er even een ijsbaantjoentje bij gezocht, want ja, dat is dan wel toepasselijk. We gaan even iemand bellen.